Vriend? Hoor eens. Is dit een kersttrui of is dit een wintertrui? Winterkersttrui. Dit is al kaarsbeest. Maar deze ken ik in de winter. Is dat gewoon een wintertrui? Dit is gewoon multifunctioneel. Is dat gewoon een wintertrui? Oké. Dit. Wennen, dat is het correcte woord voor deze periode. Vooraf denk je, been there, done that. We hebben een meisje van 4,5. Dat is allemaal goed gegaan, vooralsnog. Dus dit nieuwe varkentje wassen we ook wel even. Zoiets. Maar, wennen. Hallo trouwens. Nieuwe vlog, vlog nummer 18 volgens mij, als ik het goed had. En veel nieuwe abonnees ook. Dus hallo, welkom op dit kanaal. Leuk dat jullie erbij zijn. De afgelopen tijd zijn er heel veel abonnees bijgekomen. Op dit kanaal zie je videodagboeken, videopodcasts, vlog over vooral alles rondom mij. Is dat interessant? Dat mag jij zeggen. Maar dit is dus een nieuwe vlog. De afgelopen tijd ligt de focus op dit kanaal vooral op gezinsuitbreiding, want dat is nou eenmaal wat in mijn leven speelt. Muziek is naar de achtergrond verbannen door de wereld op dit moment, corona. Gisteren hebben we wel weer eens een keertje gerepeteerd met de band. Dat was best gek om hier van huis te gaan in de kraamweek. Het was leuk om die band weer eens even te zien. Maar voordat we ooit weer muziekgerelateerde content op dit kanaal vinden, ik hoop snel, maar man, I don't know. Voor nu maakt dat niet uit, want wij vertoeven op dit moment nog steeds op een roze, op een... Ja, dat is dan gek, hè? Je zegt op een roze wolk, maar het is een jongetje. Is het dan een blauwe wolk bij deze? Wij zitten op een blauwe wolk, dus de rest van de wereld, ja, daar krijgen we sowieso weinig van mee. Dus het is goed zo. Het hoofdwoord, wat ik al eerder zei, is wennen. Ik zit hier trouwens op een plek, wat jullie op dit kanaal nog weinig hebben gezien. Ooit in 2017 heb ik een jaar gevlogd op het Nick en Simon kanaal. Nick deed dat ook. We hadden ieder onze afzonderlijke playlist. En toentertijd was dit echt mijn werkplek bij mij thuis. Inmiddels heb ik een kantoor iets verderop. Weg van huis. Daar neem ik de meeste content op. Dit is dus... Oh, ik sloop de boel. Dit is dus een plek waar ik eigenlijk weinig meer kom. Annemarie wel, zie ik. Nee, het is... Wat is dit geworden voor plek? Dit is een rommelhokje wel. Inmiddels. Ik kan wel even iets laten zien waar Annemarie niet blij van wordt. Maar dit is het sfeertje nu. Een dwaalde wieg. Wat pakken. Mijn verzameling schoenen. En nou ja, noem het maar gewoon troep. Laten we maar gewoon alles, omdat ik het nu toch zo vaak heb gezegd, koppelen aan het woord wennen. Wat wennen is, is, hoe gek het ook klinkt, dat Joa een jongetje is. ik heb 4,5 jaar liefkozend tegen een meisje gepraat, vanaf baby tot nu. Dus het is nu, als ik met Joa in mijn armen zit en hij eet goed, dan zeg ik goed zo meisje, goed zo jochie. Of ik hoor een boertje, dan zeg ik goed gedaan vriendinnetje. Dus ik moet mezelf elke keer corrigeren. Het moet kennelijk nog landen. Ik heb een zoon. Ik heb gewoon een zoon. Dat is gek. Wennen. Wat ook wennen is, een jongetje heeft een piemeltje. En daar plast
het jongetje mee. En hoe klein ook, nu al plast hij daar met kracht mee. Dus deze week ben ik al een keertje of vier ondergeplast. En er zit ook kracht achter het poepen. Leuk trouwens als je dit even snel bent gaan kijken tijdens het eten. Eet smakelijk, lieve mensen. Maar er zit toch een kracht erachter. Ik heb dat met Kiki nog nooit meegemaakt. Maar hij heeft mij gisteren nacht volledig ondergepoept. Terwijl ik hem aan het verschonen was, omdat hij net had gepoept. En ik heb het gewoon wel een beetje moeten verwerken van hoe... Ja, wauw. Applaus. Wennen. En ik. Ik en Simon. Zo. Zo. Tjewa. Goeie score. Verder, ja, gebroken nachten. Dat weet je. Been there, done that. Echt. Maar als het dan weer zover is. Wennen. Listening to our favorite song when you said you loved the best. Maar nog veel belangrijker, hoe gaat het met Annemarie? Goeie vraag. Hoe voel je? Nee, niet de oude. Hoe ging deze week? Met mij of met jou? Met jou, met jou, met jou. Nou, ik had het onderschat, moet ik zeggen. Het was weer even wennen, hè? Het was weer even heftig. Heftiger dan met Kiki, toch? Ja, veel heftiger. Maar het gaat wel weer een beetje. Ik moet ook wel eten, hè? Ja, ik denk dat dit een beetje de samenvatting is van de eerste week uit het leven van Joa Keizer. Ik had deze vlog achteraf gezien, nu ik dit allemaal opzom, wennen kunnen noemen. Maar daar wordt niet op geklikt, de mensen. Want ja, zeg eerlijk, je hebt geklikt vanwege de titel, toch? Eens? En ik lig niet. Wat kan die gast poepen, zeg? Anyway, zeggen ze dan. Leuk dat je hebt gekeken. voor de nieuwe abonnees, best een intieme eerste ontmoeting. Hoi. Laat weten in de comments wat jullie ervan vinden. Moet ik vaker op deze voet doorgaan of zeggen, nou ja, too much info. Wees eerlijk. Ik lees alles, of althans, dat probeer ik. Het is deze tijd wel heel veel reacties, maar ik probeer alles wel een beetje te lezen. En dus wie weet tot een volgende update, of een videopodcast, of een videodagboek, of een vlog. We zullen zien. Thanks. Doei.